Hoe fijn is het als je gewoon thuis op de bank kan genieten van een bioscoopfilm of in dit geval een mooi concert? Je kan er eigenlijk maar op één manier van genieten en dat is als je goed geluid hebt en dat je überhaupt die film of dat concert kan afspelen. Als je geïnteresseerd bent in home cinema systemen, dan zou ik zeker maar blijven kijken, want in deze video ga ik je er alles over vertellen. Wat bedoel ik nou precies met een home cinema systeem? Nou, een home cinema systeem bestaat uit een receiver en twee of meerdere speakers. En op die receiver kan je dan weer meerdere apparaten aansluiten, zodat het geluid via de speakers kan lopen. In die receiver zit dan vaak ook nog een DVD of een Blu-ray speler, zodat je daar niet een extra apparaat voor hoeft aan te schaffen. De meeste home cinema systemen bestaan uit 6 speakers en dat wordt ook wel een 5.1 systeem genoemd. Zo heb je de subwoofer en die is gemaakt alleen maar voor de lage tonen. Dan heb je 5 ruimtelijke speakers, bijvoorbeeld hier de frontal speaker, die vaak wordt gebruikt voor spraak. De links-rechts speakers voor het stereogeluid en natuurlijk 2 speakers aan de achterzijde voor het ruimtelijke geluid en die worden ook wel de surround speakers genoemd. Je hebt ook home cinema systemen met 8 speakers en dat wordt een 7.1 systeem genoemd. En daar heb je dus nog 2 extra speakers die je precies aan de zijkanten plaatst voor een nog ruimtelijker geluid. Wat voor veel mensen als nadeel wordt ervaren van zo'n 5.1 of een 7.1 systeem is dat je hele huis vol staat met van die speakertjes. En al die kabels door het hele huis, nou, daar kan ik inkomen. Een oplossing kan zijn, is dat je geen home cinema set koopt met een 5.1 systeem of met een 7.1 systeem. Nee, maar met een 2.1 systeem. En dat betekent dat je eigenlijk alleen maar een subwoofer hebt en 2 speakers aan de zijkanten van je televisie, links en rechts. En als je een muur hebt die net achter je staat, zoals in mijn geval, dan heb je eigenlijk nog steeds een ruimtelijk effect, omdat het geluid dan weer kaats wordt via de muren. Als je nou niet zo'n hele home cinema set in je huis wil hebben, maar toch beter geluid wil krijgen uit bijvoorbeeld je tv-signaal, dan is er ook nog een andere oplossing. En die heet de soundbars. Die kan je onder je tv plaatsen en dan heb je toch een stuk beter geluid. Je hebt ook nog een andere manier om je kabelprobleem op te lossen. En dat is door het kiezen van een systeem met... jawel, draadloze speakers. Super handig. Je kan ze overal kwijt in je hele huis en ben je ze even zat, kan je ze gewoon kwijt op het oplaadstation. Het belangrijkste van een home cinema systeem is eigenlijk de kwaliteit van de speakers. En dat moet je horen, dat moet je beleven. Dat kan je eigenlijk niet zomaar van technische specificaties afplukken. Toch is er één aspect wat je wel goed kunt bekijken en dat is het vermogen van de speakers, oftewel hoe hard kunnen ze eigenlijk. En dat wordt uitgedrukt in watt, wattage. En er zit nogal wat verschil in bij de verschillende speakers. Zo heeft de subwoofer verreweg het hoogste wattage. Dat houdt in dat hij het meeste watt aan kan. Want het vermogen dat wordt eigenlijk geleverd door de receiver, oftewel de versterker. En een wattage op een speaker zelf geeft eigenlijk alleen maar aan wat het maximaal aantal watt is wat zo'n speaker aan kan voordat hij wordt opgeblazen. Hangt dan de grootte van zo'n speaker af met het vermogen dat hij kan leveren? Nou, zeker wel. Eigenlijk is het zo, hoe groter zo'n speaker is, hoe meer vermogen hij aan kan. Maar let wel, alles hangt af van de receiver, oftewel de versterker. Die levert namelijk het vermogen. Dus als jouw speaker 200 watt aan kan, maar jouw versterker kan maar 100 watt leveren, dan heb je er niet zo van. De kwaliteit van de speakers zijn bij een home cinema systeem dus erg belangrijk en de receiver, de versterker ervan. En dat zit hem in het vermogen, maar ook bijvoorbeeld in het aantal aansluitingen dat hij heeft. Daar verschillen ze nogal in. Een van de meest gangbare uitgangen die eigenlijk wel op elk home cinema systeem aanwezig is, is de HDMI out. Want ja, de audio en de video van je Blu-ray schijfje of je DVD moet wel vervoerd worden naar je televisie. En dat gebeurt dus via een HDMI kabel. HDMI draagt hoogkwaliteit audio en video. En het mooie hieraan is dat je tv eigenlijk ook altijd wel een HDMI-ingang heeft. Naast de HDMI-uitgang heb je ook HDMI-in. En dat betekent dat je bijvoorbeeld je signaal van je tv kan sturen naar deze home cinema set. Zodat het geluid van je tv gewoon over je speakers wordt verspreid. Home cinema systemen kunnen steeds vaker op internet, bekabeld of door de lucht via wifi. En het is heel handig omdat je bijvoorbeeld nu via je tv gewoon YouTube filmpjes kunt bekijken of andere online content.
De optische aansluiting is een digitale geluidsaansluiting die wordt bedoeld voor de overdracht van hoge kwaliteit audio. En dat gebeurt zonder het verlies van kwaliteit. En veel apparaten die hebben zo'n aansluiting. Als je een home cinema set gaat aanschaffen, let dan even op een aantal dingen. Ten eerste, hoeveel speakers denk je nodig te hebben? Wil je graag een surround sound, wat wel leuk is bij films, bijvoorbeeld een 7.1 set? Of wil je juist gewoon een stereo set? 3 speakers, 2.1 setje. Meer dan voldoende misschien wel voor jou. Vind je het nodig om een draadloze set aan te schaffen of juist weer niet? Zo'n draadloze is super handig, maar ja, het kost wel weer wat. En dan het aantal aansluitingen. Je hebt al een aantal apparaten in huis. Welke moeten er allemaal op worden aangesloten? Kijk goed welke aansluitingen voor jou nuttig zijn. 1 tip. Ga luisteren voordat je er een koopt. Dat is de enige manier waarop je echt een overwogen keuze kunt maken. Succes!